fotorealistische kopen, dat is echt wel... Dat is eigenlijk buiten categorie. Dat heeft eigenlijk met haarzorg misschien niet zoveel te maken, maar dat is vooral show, dat is glamour, dat is glitter ten top. Dat is, creaties kunnen echt wel de wildste kanten uitgaan. We kijken er echt wel naar uit wat straks gaat worden. Ik ben een opzichtkapsel aan het maken, surrealistisch. Dus dat houdt eigenlijk in fantasie. Je eigen fantasie gebruiken en je eigen daarin leggen eigenlijk. Ik had een kapsel met blikjes en ik moest een kleedje vinden en ik heb dat gewoon met chipzakken gemaakt. De blikjes vind ik dus echt heel goed gevonden, omdat ook in een tijd, dus deze in de maatschappij, dat we heel veel bezig zijn met afval, rond afval. En iemand die dan dat idee heeft, ik heb het van nabij bekeken, de klepjes van de blikjes nog verwerkt in het haar, dus het is echt wel kunstzinnig, het is echt goed bedacht. Ik zou graag kapsels voor toneelstukken maken. Ja, en voor theaters. Dat is mijn droom. Bakkerijafdeling in school. We hebben dus eerst met hips mijn afdruk van mijn lichaam genomen. Ze hebben dat dan eigenlijk bespoten met chocoladesaus. En de afdeling van bakkerij heeft dan gezorgd voor allerlei pralintjes. En ja, het is wel allemaal echt. Dus hoe maken dat niet smelt? We hebben dit al geoefend, ja, op school, dus op 's avonds. Heel fijn, ja, hetzelfde, gewoon kleren aandoen, haren gemaakt. Het is best het belangrijkste dat je meedoet, hè. Winnen, dat is niet zo, hè. Dat moet niet per se. Hè.